Letje, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben mijn bril verloren. En nou? Ja, ik ben aan het bagen, aan het uitdiepen, maar ik kan hem niet vinden. Oh. Oh, ja, nou laat maar. We zijn nou de ster in. Ja. Vreemd. De le... Met een Hoe daar hem, Legend? Ah, ja. Legend doet 100 bits. Wie dan? Hoe dan? Nou, we hebben hem al doen. Wat zijn we? Aan goeiedag hem, zegt de Legend 06. Aan goeiedag hem. Hé, Jan-Pert. Christian. De buffel. Trouwens. Kabababam. En Christian, geef Cornello nou. 100% trein. We zijn nog niet eens los. Jan-Pert, jongens, we begonnen met Donbroek. De Legend. We zonden aan het doen. Ik heb 2 beeldschermen, hè? Ja, doe ik eens altijd doen. Ja. Wij hadden dus ene laatste keer, dat is me toen in één keer, maar zo even geholpen. En dat was toch wel even gezellig, hè? Dus ja. We dachten van, we gaan vanochtend dat nog even dunnetjes over doen. Oh, een koentje! Ik begin alvast even met een combine te knippen. Pak toen maar even een trekkertje met een kiebertje en kom toen even bimmy. Is goed? Ja. Is goud. Oké. En we hebben hier dus de Beach Tour is nog steeds in volle sjars. Met de Duits. Die draait hier nog, Petter. Wist wat Tinnis zegt? Nee. Mooi. Tinnis. Nou, hier is de Beach Tour. We hebben ook nog een tweede tour. Daar kun je ook in meerijden, dames en heren. Dat is de Buggy Tour. Waar is de Buggy Tour gebleven? Oh, hier. Kijk. Hij komt er al aan. Mag je met erin met vrouw... Nou... Blijf je staan op Buggy? Nou, die vrouw dat zal ze het wel op aanbieden kennen. Nee, weet je. Nee, maar de Buggy Tour van deze mevrouw wordt goed bezocht. De Buggy heeft nog niet weer stilstaan sinds wij hier zijn, dus dat gaat goed. Ik weet ook niet waar die bijrijders plaats moeten nemen, maar goed, dat even terzijde. Dat terzijde. We gaan even soja knippen, jongens, want ik heb 3 stukken soja. We hebben niet zoveel geld. We hebben nog bio, wat we opruimen kennen. We kennen nog wel even wat saai. Ach, jongens, er is van alles te doen. Dus, met andere woorden, dames en heren, welkom bij deze stream van Emerson the Legend. Goeiedag. 2,9 kanalpen, zou ik je vertellen. Hé, hey, Tinus. Ik heb 7,8. Ik weet niet eens waar ik met moe. Ik word niet. 7,8 karmikpunt. Ja. Heb je ooit wel zo ruim in de karmikpunt gezeten? Nee, en dat we hebben ze niet eens. Nee, wat maar zeggen. Je kan je koffie tegen drink. Ik is wel het beste apparaat voor kopen, denk ik. Ja. Cornello, 18k. En dan steeds niet uur van wat er door met moet. Nou, die moest opplakken in het zegelboekje. Ja. Met een dikke tong en draden langs. Ja. Net als de postzegels. Stripjes van 7, dus ben je nog wel even bezig. Oh, vet! 25,8. Goeiedag, hem. Nou. Die houdt ook niet tong over. Nee, ik zond naar de sponspaking daar. Ja. Broek, 50,5k. Oh. Kill. Nee, daar reed er ook zo met 30. Hallo, oh, jongens. Dat klinkt wel op een trouwe crew, dames en heren. Fantastisch. Ja, dat klinkt wel op fanatiek. Ja, nou, dat is toch mooi? Ja. Langs de dag bijna Legend. Ja. Bent bijna jorig, Legend. Ja. Ja, dat wist ik. Ja, hè? Ja, maar die dag kon ik daar toen inhuren, wist nog wel. Ja, maar dat was de dag erna, hè? Oh ja. Nou, dat jeetje. Ja. Wordt dan het beste espresso-apparaat voor 42,7k punten, zegt Trans. Trans, zo! Ook! Hartstikke goed, man. Canelo, wie nog? Hij bouwt mee muziek op. Waarom? Ja, dat klinkt hij wel uitleggen. Alles wat hier gebeurt,
Dat zijn de nieuwste, de laatste subscribers. En alles wat hier gebeurt, zijn de nieuwe volgers. En ik zeg, speaker. Ja, goeiedag, heem, kom correct hem onder de pomp voor. Heb ik wat mist? Een hypertrain bij de intro, zou ik die vertellen. Ja. Jongens. Oh, ik rie hier wat domme rondjes, maar dit gaat niet zo verschrikkelijk hard. Nee, dit is nog wel in vol te holen, zijn kibbers. Is dit wel bemist dan? Ja. 28, 50, 100, ja, toch wel. Ja. Misschien niet de volle sjaars overal. Nee, hij zijn kantjes eraf. Kantjes er weer af, haak. Loop. Oh, loop, ja. Kist om mij ook dat stuk hier Noord ja. Wel even omkulloden met de kabber. Die zit ook onder de kolenloods. Oh, nou, doen we. Ik kan er ook even weer inzijden. Jan Pet zegt mooi speaker en Het Broek zegt mooi Jelle. En dat is één en dezelfde persoon, dames en heren, namelijk Jelle die speaker. Ja. Niet Co, maar de Legend. Ja, het is vanochtend even in de Legend. Maar ja, ik vond het toch voor de vorige keer wel even leuk en voor herhaling vatbaar. En 06 zei, nou, doen we dat toch even. Jazeker. Dus bij deze. Maar nog wel steeds Co, hè? Co, ja. Lega, Kulo, die staat hier op boerderij? Nee, niet Codeloods. Doe het liefst net langs. Bedankt. Oh, ja, maar dan moet ik ook trekken bij hem. Er stond een vent voor leuk. Ik zal je vertellen, Jan-Pet, ook deze stream op Twitch wordt op dit moment opgenomen en uitgezonden volgende week op de YouTube-channel. Want ik heb het idee dat wij, nou ja, dan had ik vanochtend niet moeten streamen misschien, dan hadden we hem wat kunnen opnemen. Maar ja, ik was ook al een beetje weer niet op Twitch geweest, vind ik ook weer jammer. Dus ja, dan moet je keuzes maken. Dus daarom nemen we dit op en zetten we die ook op de YouTube-kanaal, want dan blijft het ook mooi vereeuwigd, hè? En het op zich ook nog wel weer mooi, want dan ben je ook niet constant verrast. En dan weet je ook ongeveer wat er komt. Ja, ook nog. Een stuk makkelijker met een verhaaltje schrijven, zegt de broer. Ja, met een stream weer op YouTube zetten. Ja. Ja. Kies nou ook alvast de slides maken, broer. En dan voor de upload aan al de samenvatting op je dingen zetten. Ja. Oh. Hoe dan? Heb ik wat mist? Het was weer een fantastische... Wat? En alle kijk, al die fans op de fanpage. Wat? Wat is het? Hè? Allemaal op YouTube zoeken. Ja, hoe dan? Ik ken hem niet vinden. Oh, Broek is al bezig. Dan gewoon ik weer verder knippen, maar de Donders Legend is al een mooi eentje verder. Moet hier ook bij inside worden? Of ja. Moet er eerst nog bemist worden? We kunnen misschien, als we geld hebben met deze soja, dat is wel even leuk. Dan gaan we een roege stront karko. Ja, dat kan, maar dat kennen we hem ook eerst inside, of niet? En dan met roege stront? Ik dacht met roege stront en dan zaaien hebben we dat mooi met onderwaakt. Roef je nee, die zegt... Ik zal hem over de brug, want ik moet even, dat is Nanghoek zo, ja. Oh, komt eindelijk over de brug? Ja. Ik ga pak die brug met die beide balkjes even. Nee. Ja. Ook dicht een deur in, of? Nou ja, ik moest er helemaal op denken. Dat is een beetje laat. Ga je sturen, want in achterwiel. Ja, die komt nog. Ja, de stuurraad zit achter. Ja. Wat mooi heb ik dit in pollen. Ja, hoe klein kun je pollen? Ja. Wat nou weer? Ik heb sushi gekregen. Sushi? Ja, ik word hier ook verwend aan alle kant. Echt een sushi gekregen? Een sushi. Oh, sushi. In Rome sushi. Oh, lekker. Oh, jongen. Nom, nom, nom. Oh. Als ik die denk met, dan moet ik al uit het vriesvak. Ja. Ze komt niet ondoor thuis. Oh, lekker, man. Dat is niet best, jongen. Die denk, en het moet zo koud mogelijk zijn. Eigenlijk wel, ja. Ben ze lekker, zegt Cornello. Ik zit al op mijn fiets.
Ja, dat is maar een stukje, hè? Ja, dat is maar misschien eentje. Oh, Broek heeft 2 uur terug zien prikken, ja. Oh, en hij is nog steeds in de chat, dames en heren. Ja. Goed, hè? Ik moet maandagmorgen heen, dames en heren. Maandagmorgen 10 uur word ik geïnsemineerd. Of is het echt? Ik zei, nou moet ik een kwartier op uitslaap komen, niet? Ze moet lachen. Op uitslaap komen. Ik word hier veel te bord van wijn. We hebben net alweer derde panon aan en nou weer aan en de nou dan weer. En dikke beker roomijs en... Oh, jongen. Er is gewoon roomijs met slagroom nou. Oh, man. Oh, die moorka. Oh, jongen. Ja. Ik kreeg van die bruine vingers van, vind ik al. Ja, dat klopt. Maar toen moest ze ook door de midden om. En dat wil nooit anders in één keer op. Ah, nee, jongen. Dat is verschrikkelijk. Als ze door de tanden niet zegt, dan ligt slagroom op mijn buitenkantje. Ah, wat? Dan heeft het onder de ellebogen en overal, ja. Maar achter de ellebogen. Ja. En onder de oksels. Ja. Ach, maar dit gaat er mooi. Ah, jongen, ja, dus genieten, dames en heren. Genieten. Komst u aan, neem Bimi even met KBD? Oh, ja. Dus gauw. Ja, dat hoeft direct nog niet, maar dat we even dat tegen Bimi komen. Dat ligt ook wel even mooi voor de, voor ja, de beeldvorming. Ja, maar ik ben weer aan het land klaarmaken, hè? Ja, heel stom, maar ja. Het is puur maatschappelijk, hè? Altijd dezelfde. Ja. Er ben wel van die, hè, dan kun je zelf kiezen wat voor gebakjes en dit en dat. Nou, als er een moorkop bij zit, dan moet de rest nogal horig presteren. Wil ik die moorkop niet uitkiezen, zo bedoel ik niet zo. Oh ja, op de slagroom horen. Ja, bedoel, ja die horen, ja. 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 Uitlepel en dat koekje wegwaken. Nee, dat koekje juist niet, die is juist lekker. Oh, hey, labels door die hoorn leeg? Ik vind de slagroom vind ik zo lekker. Oké. Okay. Heb je mij niet genoeg slagroom mee? Nee, ik heb het nou wel gehoord. Hij is nog steeds niet bij ons op het balkon gekregen. Tinnis. Hol op, het water loopt me heel in de mond. Nou, dan wil je weten hoe ik hier zit. DNK. Het drukt me uit de hoeken weg, man. Hold op. Ik krijg zo'n hond die zit er wagen op een koekje. Ja, met zo'n kwispelsteetje. Ja, en een kwielbek. En Peter, ik vind de opbrengst voor een heel mooi 30% op Sliborg polder slecht. Ja, ik vind dit ook waardeloos. Waardeloos? Ik vind het helemaal mee. Nee, dat is kolder niet opstaat. Ja. Dan klap me tenminste nood, Ben. Ja, ja. Ja, dit is niks. Ah, ja, joh. Ik hier mijn leven maken over die twee balken. Ik zie het, ja. Die hij aan de andere kant. Ja. Die fijne tompoezen met een klopper echte boerenslagroom is ook goed, Jos. Jazeker. Hou op, jongens. Maar wat ik eigenlijk kies altijd... Ik mag altijd kiezen op mijn viola, hè? Wat voor gebakje. Ik heb nou, vandaag gehad... Greep zegt het al niet eens meer, maar ik zeg altijd oranje koek. Ik heb vandaag nog gehad. Ja, oranje koek? Ja, van de echte bakken. Och, ik vind oranje koek... Nou, die overtreft denk ik de moorkop. Nou is jij er nog niet eens, want die had ook nog vast wel een paar lekkere suggesties gehad. Ja, dat is ook zo, Spieker. Denk ik ook wel, ja. En Roef J.D. is een nieuw abonnee. Bam! Hey! Bart! Doe mij maar een stuk aardbeientaart van de bakker. Is ook goed. Is ook niks mis. Nee hoor. Het Broek doet Boer Woetroe een abonnement. Bam! Hoe is dat een legje? Ja, best. Best. Mooi. Mijn moet trouwens wel naar de stroomkelder, want die is al mooi en Jan Vulden bij de koeties. Oh ja? Ik druk op FK-knop, sorry. Kerel. Drijfmest, ja, je 40.000 liter. En ik heb een heel leuk Venus-tankje. Oké. Okay. Oh, daar kunnen we wel eens even mee bezig straks. Heb je alles zo weer eraf in één kippen? Ja, sneu wagen, of niet? We gaan straks geld verdienen met de soja. Ja. Het is ook nog net niks meer. Ook nog... Maar helemaal. Zo had ik die app, hè? En toen kwam het pas. Ja. Gewoon dik geld maken. Als toen dan gauw het land weer klaarmaakt, dan kunnen we nog een keer misschien. Ja, precies. Nou, wat doe je het voor? Ja. Jongen, podium. Podium redden we gewoon de donkere neer, man.
Misschien is dat een meer soort. Echt voor één keer bijvoorbeeld. Nog niet eens, denk ik. Oh. Ja, ik heb hier een hoor van, die knipt me wel even met de waakmachine eraf. Zo, hoppakee. Au. Oh. Dan breng ik even wat soja naar de Swinties. Ja, nou, het is zelfs beleefd door het leeg. Nee, dat gaat niet gebeuren. Er wordt helemaal niks van in dat soja. Is niet soja cheaten of zo. Dit is singleplayer, hè? Ja. Dat kan dat. Dan kan dat. Cheaten met soja in de bak. Maar, oh, ik wil centen zien. Een melkverkoop, maar je had ook niks. Maar die koeien niet geven, maar nog geen druk. Ja, wat is dat hier voor een wat voor beleid wordt hier voeren? Bio, ik heb broer. Werkelijk 94% die kippen vol van de, een fittingtunneltje, hè? Ja. Oh, maar pittig genoeg. Ja, is pittig genoeg. De Emusbord. Ken Canelo wel uitleggen. Ja. Die weet dat precies. Die had hulde gesprekken gehad met de Emusbord. Ja. Nee, met Poekie, hè? Ja, met Poekie, ja. Poekie, goeiedag, hè? Mooi goeiedag. Dat jij er ook mee bent. Ja. Wat gezellig. En Poekie weer terug. Waaf, niet met kapje op. Ja. Poekie altijd vreemd. Bro, Canelo en Poekie, geweldig. Oeh, glits, 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 glits. En weer dicht. Hoeveel moet de Swin nog hem? Soja is dik in groen, de rest wordt verkocht. Achter. Nee. 9000. Ik meen dat de soja 2400 ton. Nee hoor, 1100 zei ik. Ach, toe liebes. Hoe heb ik die instellingen staan met de economische moeilijkheid? Ja, daar kon ik niet bij. Oh, die heb ik nou op gemakkelijk gezet. Net Futlers na, Noordlers na. Dat is jammer. Ja, dat is knap door. Dat is jammer. Dat kon ik niet zien. Ik zou wel iets minder. Ja, er is minder bevoegdheden, omdat je toch geen admin bent. Ja. Yeah. Ik ben de 7. Ik wil zo een reep in de winkel kijken. Ja. We hebben nou 48.000. Ah, dan moet wel stroom even werken. Ja, we moeten gewoon even ruige stroom doen, hè? Dan kunnen we mooi met z'n tweeën doen. Het begon even meer. Waar? De bijwerkings. Ja. Miswonkjes. Maar ik heb een heel leuk miswonkje, jongens. Ach, ach, jongens, kijk toch. De kronen. Oh. Of de schuitenmaker. Ja, de schuitenmaker die zie ik niet. Vervang één de batterij. Eén batterij vervang. Ploep. Ja. Nou, dan moet ik. Mag ik eerlijk weten? Dan vind ik een schuitenmaker mooi. Echt? Ja. Die is meer real hout. Oh nee. Kan. En anders vangen we de Wouter Voor Snake 25. Geeft hier een abonnement weg aan de heer Charles Brie. Good vibes. Ah, hartstikke goed. Super. Wouter Voor, dankjewel voor je sub naar Charles Brie. Toch vind ik persoonlijk de kronen ook erg leuk. Maar ja. Oh, ja, ja. Oh ja, die is ook mooi. En nee. Die heeft ook nog een optimaat, hè? Ja, die heeft een optimaat. Ja. Maar is dat nou een optie? Of? Ja, nee, ik ben geen opties bij. Ja. Wat kan ik bij de Scudemagger dan als opties? Een optiemaat. Oh, je kent die Scudemagger ook gewoon als wagen. Met bodemkant. Ja. Nou. We hebben de schuidenmaker gekocht. En ik moet even een klein trekkertje voor. Even een deusmachientje of zo. Is dat niet helemaal leuk? Ja. Leuk. Dat is leuk. Hol ik die hem op. Zes toe aan, even de verdikker vast even bij de Miss Bulti. Oh ja, ik moet even 2-3 streken. Oh ja, prima joh, prima joh. Zeker, dan zeker. Dan is het er ook klaar voor, weet je wel? Ja, zeker. Oh jongens, check deze stroomwagen toch even. Geweldig. Ja, mooi hè. Nou moesten we even door even een bakje voor hem, hè. Die staat hier, Leufke. Ja, ik ben net even die oud door. Hier sluit. Yes. Hier sluit. Ik geef hem die wel even. Nou, gewoon we Legends zien, veel kunsten even zien.
Wat reageert dit? Spastisch. Hoe kijk toch? Oh, schitterend. Hoeveel bakken kan ik er niet kwijt? Nog één. Oh. Nog eentje. Kijk toch, dit is toch... Ik vind die verrijker echt... Oh, denk aan die... Oh, dat ben ik niet. Hoe kan dat nou weer? Oh. Ik zit op een stream te kijken. Daar staat ik mooi boven mijn keepers. Boven mijn wagen. Ja. Hij is zo spastisch, jongen, dit ding. Okay. Alle matten, ik kan hem niet bedienen, alleen nou zo. Dat valt me tegen, hoor. Ja, moet je hem wennen misschien. Ja, dat is toch omdat het via de server werkt misschien anders, hè? Ja, dat kan. Door heb ik wel genoeg, hè? Ja. Hoe breed strooit dit ding? Ja. 4 meter. Eh? 4 meter. Hoe kan dat nou dan? Beetje vooruit nog, tikje. Ja? Goed zo. Oh, maar kijk toch wat een... Dit kan rechtstreeks op maar zich koortje. Hé? Ja. Het is toch... Maar dan moet die foto... Wat? Ja, die foto die hoeft er niet bij hem. Zonder cams. Zonder cams. Oh, nou kom ik er weer bij. Hartstikke. Nee. Oeh, dit is stijl. Oh. Ja, ik dacht dat het sneller was, maar het is niet de handels dat hoek er volgens mij. Oh, die combine is ook al klaar met een overknippen, ja. Ja, dat zag ik net ook. Ja. Nou, ik zet een GPS in mee, want dit moet wel even zuiven, want... ja, zo. Die opbrengst dat wel al mee. Dus. Ach, die Duits heeft geen GPS. Ah! Nou, we gaan zien. Ja, man. Wat beretten. Hoi, kill! Oh, we kennen... Oh, nou, 15, ja. Oh, dit gaat me rakels. Ja, maar ik ken wat goed van. Jawel. Ik heb wel zien dat we nooit aan een hele laan doen heeft. Ja, ik moet die verrijken zeker, hè. Dan kan ik wel even bij die combine kijken. Maar die heeft wel een zootje van maken. Ja, dat mag wel even een karbakker in knippen. Ja. Oh, dit haven, dat heeft zich wel goed om. Want hij is zo mijn eentje zijn vol. Oh, kijk aan. Ik denk dat ik dit er niet heen bij kreeg. Doe ik eens de piep ook boven het schutje heen zet. Ik is er hier wel in het schutje doen. Dat is ook weer zo. Maar daar denk ik van, ik zit ook wel naar een Engelse streamer te kijken, zeg maar. Ja. Ik versta er niet zo gek veel van, ja, nee. Maar hoe zullen die Amerikanen dat hier hebben dan? Ja, ik denk een gemiddelde Nederlander heeft hier al problemen. Ja, ook nog. Ekna. Ik heb die verrieker ook leeg gehoord, maar ze hem alleen vulden weer. Oh, ja. Misschien bist u eerder weer hier. Ja. Nou. Oh. Oh, wat is dit een aardigheid, dames en heren, die mes verspreidt. Ik heb een tarwe ding Tieners. In een las staan. Hey, Tieners. En Timo die zegt goedenavond. Goeiedag, Timo. Ah, goeier. Bergen op. How is everybody doing tonight? Oh, very fine, thank you. Yes. Great to hear, man. Great to hear. Yeah. It was a bit of rainy morning, yes. How many millimeters did you have in your rain meter? Oh, my rain meter is frozen kaput. Yes, is the glass broken? Yeah. From the frost? Yes. I have a digital weather station, so I had 15 millimeters this morning about 10 a.m. Oh. So. Our GD had 8. Who? Yeah, they are that. GD. Our GD. Yes, that one. Leigh! Ja. Ik kan hebben hier constant net ook al. Dat moet ik hier. Dames en heren, op de achtergrond de Beach Tour 2021 is weer in volle gang. Ja, ja. Hier met de stormkop. Wie zit er nou op daar? Consuela.
Oh ja. Oh ja. Ja. Simawa. Nee. Die heb ik van de week ook gezien. Dan moet die blauwe pick-up terug. Maar een blauwe pick-up? In één zucht, hè? Ja. Hoe dan? Ja, dat moet ik zeggen. Niet knooien, hè? Moet verspreid worden. Ja, ik doe mijn best, maar... Du komst ook werkelijk met één bak hier aanschieten, hè? Ja, ik heb geen stapelbakken, hè? Nou, snel. Hij doet rest ook genoeg hier. Ja, ik heb voor hier genoeg. Dit veld. Ah, dat brandt weer dit, weer terug. Wat is dit dan orgheid met dit olle optimatje? Dat is toch fantastisch. Ja, sorry jongen, ik zeg, ik geniet. Ik vind het echt heel erg leuk. Hey, joh, dit is hartstikke mooi toch. Ja. Oh, wat ga je doen? Nee. Ja. Ik ben bij die. En dan pak ik hem door wel op bul. Ja, ja, precies. Heb ik voor raad. Ja, is goed. Oh, ik dacht dat bleef hier en daar. Ik was van haar deze. Ja, dit. Was dat een vol toeter of... Wat? Ik heb vol. Ja. Ja, de toeter, dus, dat is vol waar. Nou, en ik groet hem. Oh. Het is gewoon liefde. Lief. Alles is liefde. Ik weet niet, je moet wel knabber hoger van bij de. Ja? Even zien, ja, ik moet me weer over de dik dit keer. Het is wel een beetje een ridderij op heen. Nou ja. Proost mensen, zegt de broek, overal een biertje. Helemaal goed, jongens. Ja, nou, ik loop zo ook even naar de hak. Doe dat maar even, joh. Heeft niks. Ja, ik ben al onderweg. Soms. Oh. Ja! Wat? Bijna frontaaltje met de beach tour, hè? Met de beach tour? Oh ja, daar hebben we. Zaten de mensen in? Ik zit first person. Oh god. In een verrekker. Ik bouw me mijn bult en de stomkap ook, hè? Dit is wel een geinige. Dit is echt een achtergrondmuziekje. Oh, ik ben er zo weer, hè? Ja, is goed. Dan doe je een stukje achtergrondmuziek. Klinkt goed, jongens, hè? Emus, je moet nog wel wat doen aan je bermen. Even wat ander gras erin lijkt wat mooier. Ja? Oké. Okay. Ja, ik zal met het design nog even meer wat doen. Je kan Legend straks weer bij Nijalbom. Hoe is Mio? Ja, hou de. Boak. Waar gaat hij weer? Hou die Legend maar bezig. Ja, er moesten even weer twee Nijalbakjes op. Oh nee, dat doe ik wel even doen. Mag ik ook wel even strooien? Gewoon maar even strooien op die mooie deutjes. Het is zo machtig. Dat ziet er zo mooi uit. Oh. Er is mijn krek achter de stoel neulen. Ja, ik zag het. De haken eruit. Vol? Ja. Ja. Waar zit die GPS dan? Ja, niet. Oh. Nee, uit het losse polsje. Even uit het losse polsje. Zo. Ja, wel thuis. Waar deze toe? Oh, helemaal op de achterraad. Ik zag het. Dit is geen draaiement, hè, maar ik bij die... Och! Nee, ik wil niet bij die komen, dus ik wel. Nee, ik kom bij die met kibbes. Maar ik ben er klaar, hè. Goed zo, kom maar aan. Heb ik de hydrauliekslang aansloot? Ja. Ja? Oh, hij is rechts op het wiel vaak. Ja. En toch mag ik gewoon met dit verrekertje een beetje aan het wagen.
Leuk. Dat ding dat stuurt en het shuttelt en het deurt en het is... Mirakels. Mirakels? Ja. Hier, dat stuurt nog. En ik doe verder achteruit misschien hoe sneller dat allemaal deurt, jongens. Fantastisch. Ja, het shuttelt. Hoppakee. Hoppakee. Oh. Kijk. Hier wordt bemist, dus ik zal hier even de kabel helemaal opzetten, dan denk ik, of niet? Time machine. Nee, dat wil niet. Dat moet, met deze time machine moet ik eerst kabel. Oh, dit gaan we nog niet doen. Nee, nee. We hebben de kaantjes en de raantjes en doen we de GPS in maar. Jiri. Oh, dan kun je dit nog wel mooi om redden, ja. Want ik heb alles rond, heb ik aan dit kan ding liggen. Bij de stal is alles weg, ook bij de zwinnenstal. Ik had hem op course play inzet, maar... Nee. Of course niet. Hoi! Hoi! Is dat niet een Orderij Legend zo? Ja, toch. Fantastisch. Hoi, ik vind het machtig. Ik ook. Ja, ik heb hier geen moeite mee. Nee, ik ook echt niet. Ik vind het geweldig. Ja, nou, Broek, ik wou het zeggen. Toen was door race zo mooi als een soort schaduw onder die boomdeur op die horizon. Nou ja, ik wou het zeggen. Jeetje. Jongen, ik schrik niet apelazen. Ja, nou, ik lees het en verdorie, het waren mijn woorden. Ik zweer het niet. Zometeen, hè? Let op, dan is het nog iets verder weg. Dan liet het juist nog leuker, denk ik. Hier, nu. Oh ja. Ja, mooi. Ja, prachtig. Dit ben gewoon aan. Ziet het mes er ook achteruit. Ja, pop. Joh. Dikke screenshot, zeker, hè? Maar, ja, dat was een screenshot. Hij stond even stil voor de foto. Hij stond maar even laag. Ja, hij schiet bij mij de beeld, hè? Toen zorgde er alles stil zijn. Goeiedag. Nee, maar dat is... Nou, ik verdik hem niet. Ik wil het zeggen. Ik weet precies wat jij mooi vindt, Broek. Nou, inderdaad. Inderdaad. Hier, zo ook. En dan even die lijn in muur zetten, zo. Oh, schitterend. Ah, dat moet mijn oma goed, hè, dan. Dat had ik kind, maar dan had ik hem op de hut. Had ik de hut in muur zetten. Ik ga dit eens even met cosplay proberen. Nee. Oh, weer dat mooie liedje te vergen, hè, Emma. Veld 27 heet dit. Op! Meer is er niet. Dat komt mooi uit. Ja, maar hier moeten twee streepjes. Hij gaat nou op cosplay, Legend, hè? Ja. Daar rij je ook, zei hij. Hè? Hij zei dat hij ook, hoor, nee. Ja, hij begon op 10 in ieder geval. Ja.
Ja, dit is een mooi nummer, Pat, hè? Oh. Zo nu en dan komt het er tussendoor zitten. Dit is echt een epidemic sound. Dit mag je gewoon, gebruiken, dit. Fantastisch. Ik vind het een van de mooiste nummers die ik gevonden heb bij de... Even zien, we gaan dit ook gelijk maar even een veldje maken. Dit is veld 28, wat dit. We moeten vast een beetje in de kop holen, hè, wat dit is. Maar goed, kom maar. Een kummis en saaien, bereken huidig veldomtrek, dat is klaar. We maken het veld nummer 28 van. 28, voeg veld 28 toe. Oh, maar komt die dan ook op beeld? Nee. Ja, wacht. Ja, die komt in beeld. Genereer route. Als ik hem nu laat zien, check dit. Ja, zo. Maar het nummer komt niet op Nee, dat is jammer. Door hadden wij vorige week... Of ja, toen de vorige keer... Broek. We moeten eigenlijk even bordjes bedenken. Dat we bordjes bij de hand heen zetten kunnen. Met een veldnummer erop. Ja. Maar dan moeten we hebben kie. Om erin te zijn met een ander gewaad, is ook waar. Mijn handen gewassen, nummer 3 zijn. Ja, maar dan moest het er ook weer uit combinen, hè? Ja, maar dat neemt de combine dan niet mee, dus het blijft er eerst wel eens door. Ja, dat klopt. Wat doen we zo? Ja, niet. Daar we. Route beginnen bij eerste markering. Route beginnen. En dan gaan we op. Dit is V28, 4 meter. Hij is toch hier op graslaan, hoe is dat aan? Ja, ja. We zitten niet altijd in de polder, maar we hebben ook gewoon graslaan aan de KND, zeker. Heb ik zo. Ja, tuurlijk. Je kunt het wel incultiveren. Dat hebben we net gedaan, ja. Kijk, ik heb maar twee cosplays hier aan de loop. Hier een cultivator en door de zaaimachine. En we hebben twee routes voor de Beach Tour en de Buggy Tour. Of gewoon die ook gewoon als nummer 1 polden. Oh ja. Ja, dat je het land aanmaakt als nummer. Ja, dat is ook wel niet. En Peter doet 100 cheers. De Buffels, die denkt, hey, wat je hebt, kan, dat kan ik. Oh! En de legend. Hey, wat leuk. Hier is ook in de chat, dames en heren. Hoppakee. Oh, daar gaat hij weer. Een nieuwe. Tjoeketjoek. Broek. Oh. Ik prik die hele venster. Hypes voor iedereen, jongens. Christian, het broek, de legend en Jan Pet. En vergeet ik één? Nee, hè? Dankjewel, jongens. Oh, en de Buffel natuurlijk, sorry. Ook nog, ja. En de Buffel. De Buffel. En wat een voetbal! En twee stuks van de broek, jongens. Ah. Ah. Dank jullie wel. Legend. Jongen, waarom doe je dat nou? De Night Racer doet 5 abonnementen weg. Ah. Hoi, Kiel. Weer een trein. Jeetje, dat is Bram, Jaapestaatje, Willem en Slowbones en TV0401. Doe Brian, die doet 1200 bits en Jurn ook 200. Christian, die interesseert hem ook niks. Nee, wat had je nou wel of niet wat zeggen? Ja, dat heb ik ook. Dat helpt allemaal niks. Dat helpt al aan je neer. nee, bijwerking. Nam ik bijna weer de slok cola. Ja, ik vraag het. Door hier naartoe. Oh ja, Pat. Pat, wat ben je aan het maken? Ik heb geen idee. Ik stond nog in de schuur. Ik ben met een scotje, joh. ik ben nog niet eens in de schuur kom. De Buffel. En Tienes doet... Nee. Nee. Oh. Een beertje of... Niet. Ja, ook beertjes en knabbel en babbel. Ja, zoiets. Op het eind, maar die eerste. Oh, dat vogeltje. Een vogeltje? Dat vind ik wel. Ja, ik zie het niet. Dat zal. Oh, Wouter Voer. Nee, René Kroeze. Bam het broek, bam het broek, bam het broek, bam het broek. Doe freaking 5 abonnementen. Ah. Jeetje, Mina zeg.
goeie smorgens. Oh. Abonneert zich iemand. Brian en dat was ook door 1000 bits. Ik sta hier aan de andere kant van de boerderij. Ik ben niet meer zo heen geweest. Of zo, maar bij de koeien, maar dan ben ik naar Noordwesten, maar dan ben ik gewoon een keer schoon. Jongens, jongens, hij ben de chat voor elk en iedereen, mensen. Het is onvoorstelbaar. Ongelooflijk. Ik spring over die schudder, hè, zegt hij. Ja. Ik bedoel hij niet. Hij staat van die onderin. Onderin broekje, ja, nee. Oh, dan zat de hader zo aan hangen blijven. Nou, zeg daar. Met het puitje. Of zal men niet zo nep door die koeien heen als jou? Nee, dat is eigenlijk niks, hè? Nee, dat is eigenlijk niks. Wacht even, jongen. We gaan eens even... Dat moet gewoon buiten bereik. Ja. Is veld 20 betolboor bijvoorbeeld? Wat hebben wij? Oh, het is veld nog geen graag. De waarde is 34.000 en de balans is 39.000. Nee, is mij te gek. Wij gewoon dat perenland wel in mij. Aan de andere kant van de... Oh, van nee, de die koe! Nee, die zie je niet. Die heeft toen niet. Nee. Ik wel. Hoe kan dat nou? Hek wel in dicht trouwens, sorry. Ja. Jongens, wat gebeurt hier, zegt Tine Zeven. Welke Tine Zeven? Dit is het Tine Zeven. Tine! Hey! En trouwens, te laat, Peter. Kerels. Met een lul. Vredelijk. Wat bedenk je toch? Oh man, die kerels. Maar ik heb net 1k bitsbets verdiend. Is toen 1k bitsbets verdiend? Ja, wat is dat? Dat is toen meer dan 1000 bits voor geeps. Oh! Eigen schuld, dikke bul, dat ze het nooit doen, dus. Oké. Okay. Oh. Oké. Okay. Ik zie alleen nog maar hypes in de chat. Ja, bestaat je. En het is niet voor niks, jongens. Want het is weer. De mensen hier zijn weer ongelooflijk gul. En dat is allemaal prima. En Legend 06 is gewoon verveeld! Ja, maar heb ik nou 1001 dan of niet? Nee, 1100. Nee, daar krijg ik geen bericht van. Ik denk dat we hem zien. Even is mijn dochter zo groot. Dat gaan ze. Ah! Zo goed. Hoi, Gil, Tinus. Wat ben je nou dan? Ik ben niet even kwijt. Nou, ik kan toch niet zeggen, ik kom maar. Aast een boerderij. Oh, we gaan in Noordboerderij ook nog helemaal zijn. Kijk. Mag ook wel even een keer. Dat is praat doen. Oh! Ja, maar dat ken ik net kortje daarheen. Jawel. Oh, dat is wel. Hype, hou goed bezig. Ja, dingen hyperen, jongens. Bronco FM. Oh, ik doe de Meijer hier op de klinkers al aan. Oh, nou, hem sliep. Ben er met buis mee, reed maar over de kaks aan steen. Ja, over de kaks aan steen. Groetjes, mijn dochter, ze zegt bedankt. Ah, hartstikke goed. Super, jongens. Ja, die gast van mij, dat is gewoon een unieke... Ja, dat... Hey! Dat zit er al wel 4-5 jaar in, om dat wel lopen. Nee. Stop nou maar, oh, jongens. Ah, jongens, nee. Ja, Timo zei ook, rust daar! Kloor. Brian. Boshoven doet niveau 1 op eerste maand. Brian, hartstikke bedankt. Het Broek geeft nog weer eens 1 cadeau. En Gerem doet er 2 cadeau. Jongens, en Volgas 13 is een nieuwe volger. Mensen, klaar. Fantastisch. Onvoorstelbaar. En bedankt. Super, jongens. Nou, ik maai dit even ruggels. Petter. Frans. Ja, moet ik nog herrijden? Bieden in Perenhak. Oh, hier er allemaal heen? Ja. Nooit verwacht dat het hier op Twitch zo zou lopen. Echt niet. Ik dacht echt 100%, 200% bij hun op YouTube. Ik denk ik gewoon op Twitch om het maar een beetje op YouTube wat. Nou, niet te. Nou, zeg niet te overdreven te willen uploaden dit en dat. En ik denk gewoon mooi op Twitch en mijn andere dingen doen. Maar ook langs die wegen wordt het behoorlijk gewaardeerd. En het is. Echt jongens, voor iedereen hartstikke bedankt.
Dat had ik nooit, nooit verwacht. Ik denk die mensen die ons op YouTube vonden, die, dat was een drama om ze op Twitch te krijgen. Moest kijken, maar dat gebeurde hier, man. Ongelooflijk. Ik vond ook niks, dacht ik. Nee, precies. Tieners die komt even vooral, jongens. Ja. Wat is dit hier? Ja, Bert zegt, oh nee, sorry, dat zegt de buffel, schat ons niet te laag in, hè? Nee, dat klopt. Maar je verwacht het niet, jongens. Je verwacht het niet. Tieners. Oh, ik moet... 103. Ja, nou ja, het was wel een heel bijzonder getal, niet? Ja, maar wat zeg je? Ja. Letje, wat ben je nou doen? Ja, ik ben mijn bril verloren. En nou? Ja, ik ben aan het bagen, aan het uitdiepen, maar ik kan hem niet vinden. Oh. Oh. Oh, ja, nou laat maar. We zitten nou de ster in. Ja. Zo jammer dit. Doe hest hem wel van, zeg maar. Ja, nou, ik denk dat het nou maar lijkt, durf ik niet te laten zien. Ja, doe hest hem van. René zegt het. Ik ben helemaal mee eens. Jullie verdienen het echt, jullie maken echt leuke films, daar kan ik echt van genieten. René, jongen, wat een leuke woorden, man. Fantastisch. Fantastisch. Een Mercedes bril, nee hoor, maar Porsche is ook nou. Ja. Toevallig hebben Ledger en ik elk een Porsche op mijn neus hangen, jongens. Ja. Oh, het broek moet weer zuurstof hebben. Zuurstof. Nee. Ik moet even kijken. Er staan twee cosplay machines. Ja, daar ga ik even heen taal. Nou, anders mag je wel even deur maaien, 06. Goh, wat wil ik snel Co zeggen, hè? Dat zit er zo in, hè? Nee, dat gaat niet. Ik ben ook jouw Co. Oh, het is altijd Co. Ja, chauffeur en konam. En Co zit in. Ik zit in Co en Co C. Ik zit in Co en Co C. Ja. Ah, die community is gewoon bizar. En als je bij een pet in de stream zit, nou, dat is ook altijd beren gezellig. En dat is ook geweldig. Ja, is gewoon leuk. En, maar nou, dat heeft denk gelukkig. Ik ook te maken met je eigen, hoe moet ik dat zeggen, enthousiasme. Heeft dat ook met te maken? Dat geloof Jan ik ook. Bert ook, die weer Jan, ik vind hem super enthousiast. Ja. Ja, dan nou nog met kijk, maar oh ja, die kijk met. Oh, kijk, zitten we in de chat. Oh. Ah, nee, maar dit, ik vind het gewoon fantastisch. Ja. Gewoon gezellig. En dat kijkt lekker. Zo simpel is het. Als men de hele tijd maar wat achterover leunen en wat kijkt en een beetje... Dat kijkt niet. Er is niks aan. Dat is niet gezellig. Dat is niet leuk. Nee, in de toba. Met een aantekening op mijn koord. Ja, er zit wel 10.000 andere zagrijnige dingen aan te loeren. Maar ja, dat weet ik ook niet. Maar... Nee, maar dat is gewoon zo. De beugel. Super bedankt voor alle leemers en maatschappij. Ah, dat is dan mooi. Ja. Beugel bedankt. Ja. Jullie bedankt. Ja, jullie zijn al veel langer bezig. Maar ik bedoel, als je geen kikkers of niks hebt, dan heb je hier toch ook geen aardigheid aan. Nee. Dan gewoon je toch ook niet live... farmen of iets dergelijks. Dan gooi je dit lekker op je eigen gamepje doen en klaar. Ja, ja. Het is gewoon de hele club, het alles eromheen. Dat is gewoon fantastisch. Absoluut, absoluut. Ja, zeg nou maar even wat tegen de chat en tegen iedereen. Kom maar even. Yes. Wat zeg ik? Moet ik zeggen? Mag ik niet zo, zeg maar wat. Ja. Zeg gewoon het maar. Hoe is je? Zeg maar, jongens, wat doen jullie dan allemaal super met die hypertrain en al die dingen en zo. Zeg maar wat liefst, denk ik. Hé. Chat, wat leuk en kijkers, wat leuk dat jullie er allemaal zijn.
En bedankt. Oh. En bedankt. Hoek. 0181 volgt. Die slaat gewoon dicht, jongen. Dit is puur enthousiasme. Emotie. Die jongen, die slaat gewoon helemaal dicht. Jaap, wat ik mooi vind is dat ook mensen die trouw kijken, maar niet financieel de ruimte hebben om te sponsoren, toch gewaardeerd worden. Tuurlijk! Zo. En dan krijg ik ook nog eens een abonnement cadeau. Geweldig, hemmers in de maat en de maatschappij en de chat zijn de beste. Nou. Nou, hier. Echt dat wel. Bedoel ik. Ga ik eerst even button om dan? Ja, is goed. Zo, schoot je in. Schoot je daaien? Niet te ver. Hè? Oh, dat pakt er ook niet, zie ik. Oh, dat heeft eigenlijk al door. Ja, wederlijk. Hij pakt ook niet veel meer, hè? Oh, hier wel. Emus Tienes is precies mijn dochter. In de spotlight en ze zijn stil. Ja. Mooi. Wanneer was dat een keer? Toen was het bij ons. En dan zitten ze meestal boven de game of zo, of dit of dat. Maar nee hoor, Tine die hoorde Legend beneden in het. Ja! Even naar beneden. En dan ging weer naar boven. En een tour afzender. We moeten daar ook nog maar een paar pitjes kopen. We zijn nog niet klaar op mapje. Nee hè? Nee. Toen wil alles hebben. Ik wil alles hebben aan de loop hebben, maar ja. Maar we zitten door wel in de polder, maar eigenlijk is hier bezig veel mooier. Maar dit is een beetje ingericht, hè? Ja, dat klopt. Ga abonneren, maar ik mag niet van mijn elzen een keer donoren. Ach, tuurlijk jongen, Nicky. Tuurlijk jongen. Doneren hoeft niet, hè? Nee hoor. Jongen, we waarderen de leuke chats. We waarderen dat duimpje die je omhoog gooit. We waarderen dat. Ja, we waarderen de aanwezigheid. Echt wel. Echt wel. Ik zat laatst aan te denken, de eerste video die ik van jullie zag was een FS15. Dat je constant op een kop lag met die 14. Ja! Toevallig heb ik die kort geleden nog gecheckt. Want ik ben met TikTok bezig. En daardoor probeer ik wat highlights uit vervlogen tijden. Dan wil ik een beetje compileren, zeg maar. Toen kwam ik die ook tegen, ja. Ja, dat was op de map Friesland, als mij vroegt. FS15. Ja. En de buffel doet een cadeautje weg. Bam! Buffel, jongen, dikke hij voor jou. Dankjewel voor de sub naar richting Roegebadje. Ja, super, jongen. Compileer die 3 of 4 trekkers met trekstang van het Papenburg ook nog maar even een keer, zegt Frans. Ja. Nou, ik zal je vertellen. De TikTok van Ik ben de Scania. Ja. Die werd mij gevraagd in de Facebook chatbericht. Vroeg iemand van, hey, jij moet die van Ik ben de Scania, moet je even op TikTok zetten. Ah, nee! Ja, dus, dat doe ik. En het is ook een enorm goed bekeken filmpje geworden. Een 40.000 keer of zo. Oké. Okay. Ja, bizar. Hello. Ik ben de Scania. Hallo. Ja, hallo. En toen had hij dus ook in TikTok op diegene reageert. Maar mensen, je mag gerust zeggen van, hey, ik weet nog wel een leuk moment uit een video. Stuur me dan even de link van die video en welk stukje bedoel jij dan? En dan ken ik altijd even kijken van, hey, ja, doorhol ik even wat leuks uit op TikTok. Want ik vind TikTok zelf ook een machtig medium. Want ik kijk zelf ook graag TikTok, dus. Ik kijk het nooit, ja. Och, dan moet ik echt even de tweet van hem en TikTok openen en dan. Ja, ik vind dat zo mooi. Heur ik mezelf in eind weer. Ja, ja maar ik zit niet alleen op TikTok, hè? Ik ben meer. Ja, dat klopt. Nee, het is echt een erg leuke. Ja, I am Batman Wolf. Nou, wat is door de link van dan? Dan moest je me even die link sturen. Maar als ik dat zelf wil nog zoeken moet, dan wordt het ook wel een. Als je zelf al weet, wordt het tijd. Nou, stuur dan even een linkje van de juiste video. Ik vind het verschrikkelijk. En niks aan, TikTok? Oh, sorry, ik wel. Nou, om door wat hoogtepuntjes van een video op te zetten. Dat vind ik wel erg leuk, ja. Wow. Bist u al met het John Ditje op paard? Ja. Dat dacht ik al.
Dan klap ik de pers nog even achter de Fiat en dan ruimen we dat op en dan is het goed, jongens, hoor. Oh, wat is dit toch weer een stuk power wat hier door los komt, hè? Oh, die pakt gewoon zo. Oh, ja. Ja. Wat is dat dan gaaf als ik dan die Fiat aanzet? Let op, ik doe mijn muur. Ik doe maar, ja? 1, 2. Kan je die ook... Oh, dat wijkt. Ja, maakt het niet uit. Jongens, ik ben een keer... dat is wel heel frappant. Nou, ik ben nou persende weg naar het volgende stuk aan het gaan, hè. En ik ben wel vroeger wel bij een boer geweest, bij een loonwerker. Die perste, moet ik niet liegen, 24.000 balen per jaar met zo'n mengelenpers. Keespers, oh. Mengelenpers. Oh. Onvoorstelbaar. Die ging ook toen ik bij hem was, wel eens van ene stuk naar het andere stuk. Toen moest hij over de berm persende weg. Lag de berm lag zelfs ook kloor om te persen. Echt, waar die er wel niet doorheen klapte, was onvoorstelbaar. Oh. Maar hij had ook al eens een keer beleefd. Had hij 48 uur, ik herhaal, 48 uur minimaal al op de pers gezeten. En toen is hij in slaap gevallen. En toen schrok hij dat de spiegel tegen de cabine aanklapte van een boom. Maar wat gebeurde er? Die pers, dat zie je hem ook wel hier in de stream. Die pers is breder als de trekker. Die ja. Hele zietkant, die hele kapperij, alles eraf. Oh. Echt, dat ding zag er niet uit meer. Waar ben je? Doei. Au. Bom. Oh, ik denk dat we net een mooi pakje hebben die. Precies voor een aarde. Ja. Denk erom? Ja. Hé, hey, wat komt voor? Grun, miauw. Grun, miauw. Grun. Westside, passie. Of iets. Eastside, westside. Je hangt ook een olie slanglijst, ja. Waarom is door die hek nou weer open smeten, nee? Ja, ik denk, moet ik dan nog langer op wachten. Ik zag al dat. Nou wel met dit. Ja. Ja, oké, okay, dank. Hey, dank, jongen. Ja! Better than 100 bits! Better! Haikoki. Haikoki, nee, dat is een Hikoki. Hikoki? Ja. Nou, ik heb het van week nog maar weer eens waarderen. Want ik had weer een serieuze Hikoki-middagje. Ja. Godverdikke, wat vind ik dat mooi spul? En wat is ideaal? Oh. Dat dacht ik net nog. Ik liep net in dat hok om voor de hydratatie, ja. Ja. Maar toen zag ik de acculaders aan. Ik denk, hoe is het mogelijk, hè? Voordat u daar aan de gang was, het enige op 220 is bij mij nou, wat ik gebruikt heb, wat af kan zagen. Ja, voor de rest wel mijn accu werk. Alles accu. Ja, wees. Ik heb eerst aan boor, maar nou, bedenk maar, alles. Zet hem hier maar naast... Die vent moet er weg, maar dat is onze stroommachine, eigenlijk. Ja. Dus dan zet door de hark maar heen, dan zet ik de vent weer hier bij. Nee, ho, dan moet eerst die schutter eruit. Oh ja, want we moeten natuurlijk altijd eerst ja, schudden. Ja, moet wel de goede volhard hebben, hè. Klopt, precies. Ja, ik wil het wel onder dak in, maar die knubberij begint te oxymedaaien. Oxymedaaien. Oxymedaaien.
Nou, zet me de veer wel even in de grote schuur. Oh, goeiedag. Hoeveel pakken hij ze hier halen? Nou, zeg wel waar. En niet unreal. Dat deed je, dat ging mooi, hè? Nee. Pak ik toch mijn ventje even weer, denk ik, ja. Ik ook. Ja. Half uurtje kan nog wel, zei Pat. En we wisten hoe intensief dit is, dit stream. Hoi, oh, Gil. En een duw vanuit. Ja, zal nou anders weten. Wat vleiden week. Nou, kruipen beren. Slaap mijn zween. Ja. Zondag. Prima, kruipen beren, ja. Nooit weer. Nooit weer. Nee, ik heb het relaxter. Dat meen ik ook. Geef ik ook gewoon toe. Hier op Twitch. Als op YouTube nou, er zitten meer mensen. Er zijn meer kijkers. Maar ook, ik weet niet wat het is. Het is anders. Ja, ik weet het ook niet, hè. Dit is real, jongens. Super auto loaden. Ja, ik weet niet wat het is. Het is. Dat komt. Met YouTube ben je meer bezig met het voorbereiden ervan. En. Ja, maar dat heb ik helemaal niet zozeer. Maar ik weet ook niet wat dat is. Maar. Nee, ik weet ook niet wat dat is precies. Maar het. Ja. Weer maar, precies. Oh nee, ah, één pakje te veel ligt nog op laden. Ah. Schud met die in de sloot. Kijk toch hoe mooi wolkje vol als dit is. Is het, ja, hè? Machtig. Ja, oh, er een boom opleggen. Wacht, ik zet even de. Zo. Nou. En bedankt. En bedankt. Ja, Lost Kayen. Welkom hier op de Twist Channel. Je mist nu wel de ADHD van Ko. Oh ja, dat is niet de Ko, mijn. Nee, dat is het niet. Het is meer de. Ja, weet ik niet. Dan is het meer de rondjes, het snelle praten over met de rondjes doen. En dat is drukker. Is drukker. En ik denk ook het superchat en ja. Ja, weet ik niet. Hier hebben we nou net ook met die, al die dingen. Maar ja, dat zeg ik. Ik weet ook niet hoe het nou is. Kleine week dan. Nee, zo. Nee, dat. Ik ging liggen en dat lukt me weer. Of ik was weer, laat ik zo zeggen. Ja, ik weet niet wat het nou verschil is. Maar het is... Misschien ongedwongen of zo. Ik weet niet hoe ik het moet zien. Even zien. Op YouTube zit Phil Jong speel. Die wil een naamrondje. En 8 uur vragen hoe laat duurt de stream. Ja, dat zit wel wat in. Ah, dat, als ik dan niet meer doe. Dan. Dan ben je ook al helemaal druk aan het moderaten. Oh. En dan ben je heel vaak nog te laat, maar toen, je zit naar boven op. Aan bok op een havenkist. Ik moet. Oh? Moet ik op mijn hef? Gewoon maar helemaal op mijn hef staan. Ik moet hier alleen maar achter hem. We gaan toch een gewichtje. Oh ja! Dit is net aan, ja. Niet eraf schuiven, pak iets. Kijk, hahaha. Maar ik wil hier die pak hooi wel in me heen leggen. Dat is moeilijk om onder dak, hè. Emus, die moderator. Die moderator? Onze moderatorsgroep. Die komt van Utrecht tot Gelderland, tot Friesland, tot Noord-Holland woont er een. Daar woont in het Westerkwartier, woont er een. Ja, die komen overal weg. Maar mijn maat die nu met speelt, die is gewoon Groningen, jongens. Ik ben gewoon een Nederlander, ja? Ja. Ik zou op zondag ook niet kunnen moderaten, veel te druk. Ja, het vraagt zeker.
Jitsen zei het ook inderdaad, als je dat niet gewend bent, is zo'n zondag best heftig, Jan. Nou, echt. Ja. Dat valt mij zo vies tegen. En er zijn er een paar van die wolven bij, letterlijk en figuurlijk. Oh. Hoe vies dat ik dat hier even in doe? Keurig! Oh, ik heb een bakje ook leeg, zie ik. Hoe lang al? Weet ik niet. Oh, dat was toch met frontbakje bij de dingen? Ja. Er stonden ook nog wat zakjes bij de winkel. Oh, maar ik ben klaar. Het is een leuke stream, jammer dat ik niet meer live was. Anders was ik nog daar aan het spelen. En de setup video's zijn altijd leuk. En natuurlijk je lives ook. Daarom, dankjewel Tim. Ah, super jongen. Mooi man. Waar? Ik zit naar hem naar die van Pettekiek. Ik zou op zondag ook niet kunnen modder eten. Nee, ik ook niet. Dat vind ik helemaal niks, modder eten. Soms is diepte checken in deze game een beetje lastig. Ja, dat klopt. Dat vind ik. Ja, en breedte ook wel, zie ik wel. Waarom? Zo vloeiend als ik is. Ik wil tijd wel laten doen, hè? Kunnen we dat wel even zien? Hou maar op. Je bent ook, dat is te zien, ja. Maar ik vind hem met die verreiger vreselijk. Ik kreeg daar haast niet voor het nemen. Nee, hè? Nee. Maar ik zal nou min. Ja hoor, nou wat er zijn er waar. Oh, het schijnt nog steeds schier, moet ik zeggen. Ja, tuurlijk. 2547 volgers hier op de Twitch-channel. En ik zweer dat ik het zeg, 104 abonnees. Onvoorstelbaar, mensen. En 106 kijkers na. Nou. En nog 106 kijkers, jeetje. Ja, Ben. Netje doen 100. Het was een geweldige stream, zei Mr. Green. Morgenavond weer met 4,5 op paard, zegt Rans. Ja. Ja, hoor. Oh, de entertjes. Ja. 52,5k enters. Ja, ik 8,2, maar dat vind ik al bijzonder. Ik wist niet eens dat ik 52,5k tiet op Twitch West ben. Ik wil hem rustig gaan, jongen. Legend wil ze nog helemaal zeggen, maar ik wil ze meteen nog even proberen hier en door wat bits en bytes en cheers te vertellen. Ja. Bedankt. Bedankt. Evenmuus, bedankt. Kijkers, bedankt. Likers, bedankt. Allemaal voor de positieve belangstelling. Ik vond het geweldig om even weer met te doen. En het oude spul, ik vind het machtig. Ik dus genieten. Ik vind het geweldig, maar ja. Inderdaad, er moeten veldjes ook verwijden. Ja, dit mapje is gewoon prachtig om dit te kunnen doen. En ik denk, om door met een hele maatschap, ja, ik zal het wel willen. Maar, nou, ik vind het zo ook leuk dat we dit zo een beetje doen. Twee maanden. Ja, ik ben zo bang. Als we het met maatschap doen, dat we het heel snel het hele rondje al hard hebben. Zo is wel. En nou, dat we nou met alleen of met beiden aan de gang zijn, dan doe je langer. He, we zijn nu van Noorden pas met de stroomkaart begonnen. Nou, en zo is er elke aflevering wel weer wat nieuws waar we aan. Ik denk dat we dat met een hele maatschap doen, dat we heel snel al alles doen. Zo. Ja, maar dat wil ik niet. Dat is lastig. Ja, en zelfs nu, met het maaien en schudden, verneemt toch gewoon al dat je op elkaar moet wachten. Ja. Terwijl je ook wel andere dingen kan doen, maar het is gewoon even leuk om bij elkaar te werken. Ja, precies. Hè? Maar ja, kijk, in wezen naar Maiden Klaarwest was, dan had je dan de schulden al een paar keer. Ja. Maar ja, het is ook een stukje gezelligheid. Maar goed, zo is het. Is wel zo, dit is... Doe best single player op Twitch. En ik dreng mij niet op. Nee, maar ik vind wel. Kijkers? Nee, ik nodig steeds u, dat is het verschil. Ja. Nee, het is gewoon veel te gezellig zo. Ik vind het mooi.
Ik proor graag met de chat, maar ik proor ook graag in de TS. En vanaf daarheen doen we dat al. En dat vind ik veel mooier, veel gezelliger. Dus daarmee ook bedankt, 06 weer van Oomt. Ja, geen dank. En ik heb het gevoel dat we dit nog wel eens een keer doen. Dat denk ik ook wel. Ik ga even zien wat er van Oomt ongeveer gebeurd is, jongens. Buiten alle nieuwe volgers om. Echt bizar. Hartstikke bedankt voor alles. En ik doe even mijn eindtune erin. En dan zal ik zeggen, mensen, hartstikke bedankt echt voor alles. En dan gaan we morgen even zijn concert op de Dutch Colony map. Gewoon met 4,5 ton 50 aan de gang. Jede. Dus ja. Mensen, goed, lekker slapen. En tot morgen. Hey. Mooi. Oh ja, en Max, hè? Niet vergeten. Oh ja. Ja, hoe laat? 2 uur. Azerbeidzjan. Oké. Mooi. Dat moet je eens zien. Yo. Mooi.